Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van weerblazen.nl. De satellietfoto laat opnieuw veel bewolking boven Nederland zien, maar er zitten ook gaten tussen. Dat betekent dat er vanochtend van tijd tot tijd de zon schijnt, maar dat de wolken vaak de overhand hebben en er kan her en der nog een bui vallen. Zeer nat is het niet. Op de meeste plaatsen blijft het vanochtend al droog. En vanmiddag is dat ook zo. Ook dan nog een enkel buitje, maar vooral droog weer en de zon die zal vaker schijnen. Temperaturen lopen op tot rond 17 graden. Dan waait de Zuidwestenwind, die is in het binnenland matig aan zee, soms vrij krachtig. Vanavond verdwijnt het laatste buitje. Dan is het overal droog en zijn er opklaringen met temperaturen van 15 graden. En de Zuidwestenwind gaat steeds warmere lucht aanvoeren. Morgen hebben we daardoor een flinke zonnige periode. Heel misschien aan zee en buitje, maar die kans is erg klein. De meeste plaatsen verwacht ik droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Zondag ziet het er iets minder fraai uit in het noordwesten. Daar gaat de bewolking toenemen en gaat het regenen. Het zuiden en oosten houden schitterend weer, met in Limburg 23 graden. Vanaf maandag wordt het herfst: 15 à 16 graden. En een flinke periode met regen. En ook de wind gaat harder waaien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.